Zo, workout nummer 5. 5e workout. Dat is de ene laatste workout van deze week. En wat gaan we doen? De jump lunges. Dus dat is lekker voor de bilspiertjes. De sprong squat. Probeer echt zo ver mogelijk te springen. In het filmpje spring ik niet heel ver, maar dat komt omdat ik niet heel veel ruimte heb. Dus probeer echt van als de ene kant van de kamer helemaal naar de andere kant te gaan en heel ver te springen. Dat is echt heel belangrijk, want dat is precies de beweging die je ook met het hardlopen maakt. Dat springen en dat, laten we zeggen, vooruit stappen, springen, hè? Je snapt wel. En weer de pittige tuck jumps. En ja, dat is gewoon een kwestie van doen. Heel erg veel zweten en gewoon doorgaan. We beginnen met de jump lunges. Het is dus de bedoeling dat je van het ene been op het andere been zo heen en weer springt. Beweeg je armen weer goed mee en zorg dat je knieën goed diep gaan en bijna de grond raken, maar niet helemaal. Lekker hoog springen en dan is het helemaal prima. De tweede oefening is de sprong squat. Spring zo ver als je kan naar voren en zo hoog als je kan. En ja, goed de squatbeweging afmaken. Dat is heel belangrijk. De derde oefening zijn de tuck jumps. Hierbij is heel belangrijk dat je knieën naar je ellebogen toe gaan en dat je begint en eindigt in de squathouding. Doe elke oefening 3 keer en neem 10 seconden rust. Goed gedaan. Workout zit erop. Op naar morgen.